Zaterdag 9 en zondag 10 september is het feest in Museum Musica in Stadskanaal. Het is een particulier museum van Jan Noorder en zijn vrouw Smilka, bestaat 25 jaar. Dat wordt uitgebreid gevierd met een opening door wethouder Bronges, verhalen over het museum van Jantje Cupis de Roo en muziek van onder andere Will Stevens. Oh darling, when we are together, I kiss you to pleasure. How long heb ik jou niet meer gezien? Ik word hier nog knellen, oh please make it better. I wait in al haast een jaar of 10. I have a car, I have a farm, I have a house, hundesnekker wat. Oh darling, when we are together, I kiss you to pleasure. Oh sweet, I'm the darling, I love you. In de tuin van Jan is het wat rustiger. Daar staan kraampjes met verschillende producten en demonstreert een glasblazer hoe hij een beertje maakt. Binnen laat Jan, als Will Stevens even niet zingt, enkele orgeltjes horen aan de bezoekers. Maar soms wordt hij onderbroken om bijvoorbeeld felicitaties van een collega orgelliefhebber in ontvangst te nemen. Door de drukte komen de instrumenten niet helemaal tot hun recht. Daarom heeft hij een paar dagen eerder een aantal instrumenten laten horen. Van pianola, tot draaiorgeltje, van speeldoos met vogelgeluiden, tot een compleet mechanisch orkest. Van psalmorgel. Tot fonograaf. Natuurlijk moet de grote draaiorgel ook even een stukje van de Lorelei spelen. Het museum is eigendom van Jan en zijn vrouw. Hier staat verder niks van anderen, het is allemaal van onszelf. Gebouw en zo is alles. Ja. Dus dat betekent dat ook alle lasten op jouw schouders komen? Ja, zeker. Je moet alles zelf betalen en van inkomsten een beetje van de bezoekers en verder niks. Dat valt niet altijd mee. Er lengt er elk jaar geld bij. Maar ja, het is hobby en ze zeggen allemaal hobby's kosten geld. Gelukkig heeft hij veel steun van zijn vrouw Smilka. Hij zit er niet bij, er was ook geen museum aan. Maar die regelt eigenlijk alles een beetje. En met de inrichting ook. Als Smilka er niet was, kreeg je niks op je plek. Die zei, nee, dit maar het was daar, dat maar zo. En dan iedere keer van de heer. Nou, zo staat goed. En helpt Jantje Cupis de Roo hem af en toe in het museum? Nou, dat wel. Eigenlijk ben ik 25 jaar vrijwilliger. Ik heb hier altijd vlakbij gewoond. En eigenlijk van begin af aan. Met de kinderen en alles hebben ze hier meebeleefd. Dat wel, dat is zo. Ik ben nou verhuisd, woon nu aan de Unikenstraat. Maar ik ben nou toch altijd hier vrijwilliger gebleven. Ja. Jan is blij met alle belangstelling. Ja, zeker. Nou, ja, hartstikke. Veel belangstelling, hartstikke mooi. Ja, nou, we hopen dat we dan procedures hebben kennen.
Thank you.